namens deze werkgroep krijgt u deze bevoegdheid. Waar is het? Ik zou zeggen, even open doen. Laat hem uitpakken. Ja. Hoe gaat dat? Even open doen. Met een lint. Zo. Daar komt hij hoor, dames en heren. Dit is ook van de werkgroep en daarmee is ook het initiatief gekomen om het boekje te maken. Kunt u daar wat over vertellen? De eerste gedachte was van, ja, we horen alleen maar ellende over Utrecht. Althans, zo uit de nieuws. Maar er gebeuren heel veel leuke dingen. We hebben ook heel veel interessante personen. En het idee was van, goh, wat kunnen we ermee? Moet er een voorstelling komen? Moeten we iets doen met workshops? Of nou, van alles is er over gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd van, goh, nou, wat is niet mooier om iets blijvends te maken, wat gewoon voor altijd ook weer geraadpleegd kan worden. Nou, en zo is een beetje het idee ontstaan om een portrettenboek te maken van een aantal mensen hier op Overvecht. Die goed bezig zijn, die goede dingen doen, vrijwilligers werken of in werkgroepjes zitten of anderszins. En die willen we graag portretteren om te zien, om te laten zien dat, kijk eens, dit is ook Overvecht. Dit zijn ook mensen die op Overvecht en goede dingen aan het doen zijn. En je staat ook in het boekje. Waarom sta je erin? Omdat ik wijkmediator ben. En wat is dat? Dat is iemand die conflicten oplossen, dat het geen ruzies worden. En wat vind je ervan dat je in het boekje staat? Nou, ik vind het heel erg bijzonder. Ik heb nog nooit in een boek gestaan. En ik vond het wel leuk om hier te komen. U staat ook in het boek. Wat vindt u ervan? Ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Ja, het is toch leuk om zoiets mee te maken dat je in een boek staat. Ja. Weet u ook waarom u bent uitgekozen? Omdat ik heel veel doe. En in de wijk en eigenlijk in de hele stad. Ik doe ontzettend veel. Ik ben net bij jullie collega's op Kanaleneiland geweest. Daar heb ik wat verteld over de adviescommissie voor het ouderenbeleid. En wat doet u voor Overvecht? Overvecht doe ik in de buurt het een en ander. In mijn hele kleine buurtje. Daar staan ook 8 mensen uit mijn hele kleine buurtje in. Dus dat is bijzonder veel. En ik zit in bewonersplatform Overvecht. En ik heb gezeten in het milieupunt Overvecht. Maar dat is helaas ter ziele. En het komt allemaal omdat ik in Overvecht gewerkt heb. Ik heb 20 jaar van 1975 tot 1995 aan een basisschool in Overvecht-Noord gewerkt. Dus toen heb ik Overvecht leren kennen met zijn speelplaatsjes en alles en alles en alles. Hoe is het boekje eigenlijk tot stand gekomen? Nou, het is een initiatief van de werkgroep Marokkaanse bewoners Overvecht. Dat hebben ze al 2 jaar geleden is dat ontstaan. En toen hebben ze, ze wilden een soort promotie maken voor mensen die... om te laten zien dat Overvecht best wel mooie mensen herbergt. En toen hebben ze mij gevraagd of ik dat boekje wilde maken. Bent u blij met het eindresultaat? Nou en of, we zijn er echt tevreden over. Het resultaat mag er zijn. Niet alleen maar in de plaatjes, maar ook gewoon de tekst. En dat was een hele knutsel om toch op 1 pagina zoveel neer te zetten dat het duidelijk is wat iemand is, wat zijn passie is en waarom die zo betrokken is op Overvecht. Maar vooral ook wat die betekent voor deze wijk. Nou, en dat is dit boekje echt goed uitgekomen. Daar zijn we echt trots op. Wat vond u van vanavond? Is het geslaagd? Zeker geslaagd. Ik bedoel, als je de burgemeester op bezoek krijgt die dit ook interessant vindt en leuk vindt om het in ontvangst te nemen. Maar ook de opkomst. En ik heb ook van meerdere mensen gehoord van, ja, dat dit zo'n gemeerde gezelschap is. Van verschillende nationaliteiten, leeftijden, noem het maar op. Dit is Overvecht. Zo is Overvecht. Nou, en dat zien we hier terug bij deze bijeenkomst. En daar mogen we trots op zijn. Absoluut. Echt geslaagd.